Goedemorgen, zoals je ziet sta ik hier ondertussen in de Keulenmessen. Het is al aardig druk, er lopen hier allemaal mensen voorbij en ook heel veel boetbeeps. Dus hopelijk blijven die een tijdje, zodat we daar nog een speciale reportage van kunnen maken. Dat is altijd leuk. Onze collega's die zijn er al een tijdje, wij waren iets later weg uit het hotel. Zij zitten as we speak Call of Duty Black Ops te bekijken. Ze hebben ook nog een interview als het goed is, ik weet niet of ze dat opnemen. Maar daar gaan jullie ongetwijfeld meer over horen. Wat ik zo meteen even ga doen is de beursvloer op. Ik ga hopelijk even aan de slag met de games als Halo Reach, Fable 3 misschien. Ik weet niet wat er precies allemaal is, maar dat gaan we allemaal bekijken. Dus daar gaan we nu gewoon keihard naartoe rennen. We gaan aan de slag met de Hot Pursuit. Nieuwe van de makers van Burnout. Nieuwe in dit natuurlijk. Mooie game als het goed is. Ik heb er al flink wat van gezien en ik heb er echt zin in. Dus we moeten nog even wachten tot er een console vrij is, want we gaan hier op de PC spelen. Daar ben ik niet goed in. En dan kunnen we verder. Yo. I gotta put on the pedal, pressing the gas. Gotta switch in the middle, this close in my hand. Grab a skull, hey, come time, me shift gear. Een van de grote race games van eind dit jaar is Need for Speed Hot Pursuit. De nieuwe race game van natuurlijk Electronic Arts, waar ik hier ook sta. Hele mooie auto op de achtergrond, die zit natuurlijk in de game. En in die auto heb ik net in het spel zelf ook geraced. Zoals je misschien wel weet, is Hot Pursuit van de makers van Burnout. En dat zie je heel erg in de game terug. Ze hebben al het goede van Burnout genomen en al het slechte van Need for Speed weggelaten. Dus ja, als je het speelt, het race gewoon gigantisch lekker. Het is echt oldschool arcade. De politie komt alle kanten op je af, die beuk je weg. Beuk je genoeg en doe je stunts en dat soort dingen. En race je goed, dan krijg je boost. Kennen we natuurlijk ook het Burnout. En dan kun je weer gigantisch hard vooruit knallen. En dan kun je op het laatste word je achterna gezeten door hele snelle politiewagens, helikopters, noem het maar op. Hele toffe shit gewoon. Ja, de console van Niels, die ook even na mij aan de slag ging, die crashte spontaan. Dus Niels die mocht er niet mee aan de slag. Die heeft 2 seconden geraced. Ik heb wel een rondje afgemaakt. Ik vind het echt hartstikke tof. En die game, ja, die ga ik eind dit jaar gewoon in huis halen. En dat moet jij ook doen. Hier achter mij is de Ubisoft stand met helemaal in de voorgrond Rouge. Een nieuwe strategie game die komt in september al uit, dus dat is vrij snel. Het leuke aan deze game is dat hij op de PlayStation 3 de PlayStation Move ondersteunt. Je zit dan met de Move controllers in je handen, navigation controller linkerhand, Move controller in je rechter. En dan point je gewoon op het scherm, selecteer je vijanden. En dan kun je alles gewoon met je motion controls doen. Ja, je zult misschien denken, ja, nou dat werkt niet en op de Wii was het ook allemaal kloten. Maar het werkt heel erg precies en eigenlijk heel erg lekker. Wat ook leuk is dat je een hele grote kaart hebt. En als je dan even met de PlayStation Move omhoog gaat, dan zoomt hij in één keer naar een gigantische landkaart. Dat ziet er heel mooi uit en je kan natuurlijk ook terug. Het leuke aan Rouge is dat je je vijanden echt voor de gek kunt houden door ergens neppe units neer te zetten. En allemaal neppe tactieken en zo uit te denken. En je kunt speciale krachten gebruiken om nog meer voordeel te halen. Door bijvoorbeeld supersnelle blitzaanvallen en dat soort toffe dingen. Ja, het is vrij lastig, je moet er echt goed bij nadenken. Maar als je het eenmaal door hebt, dan kunnen de strategieliefhebbers en zelfs de casual strategieliefhebbers op de consoles hier erg veel plezier aan beleven. Ja, hier achter mij is een hele grote stand van Nintendo. Die komen eind dit jaar met heel veel mooie titels. Ik heb er al heel wat gezien in de vorige reportage natuurlijk, maar Hugo nog niet. Nee. Dus jij gaat hier even alles bekijken en rondleiden. En dat wordt gewoon heel erg tof, hè? Nou ja, dat moeten we afwachten veel toch. Want jij hebt alles al gezien. Het ziet er in ieder geval mooi uit hierachter. We gaan snel naar binnen. Ik zie dat Bianca hier al staat. Die staat op mij te wachten. En dan gaan we even kijken of we misschien een glimpje van de 3DS kunnen opvangen. Ik weet het niet. We zullen het zien. Terwijl Rob hier bij Nintendo nog een aantal andere games aan het checken is, zoals GoldenEye en Epic Mickey, hebben Niels en ik net even een hands-on gehad met de Nintendo 3DS. En ik moet zeggen, het is gewoon heel erg tof. Het is 3D zonder brilletje en het is gewoon echt een 3D-ervaring. Het voelt hetzelfde als bij de Sony 3D, maar dan met een brilletje op. Het enige nadeel, maar twee nadeeltjes zijn er eigenlijk.
is dat de DS, als je vanaf de zijkant kijkt, is het heel moeilijk te zien, zeg maar. Je kan niet die 3D-effecten vanaf de zijkant zien. Nintendo heeft hier een oplossing voor bedacht. Op de zijkant zit een schuifje, zodat je de 3D-functie uit of aan kunt zetten. Zodat ook mensen eventueel vanaf de zijkant mee kunnen kijken. Het is alleen nog niet helemaal duidelijk of dit ook in de consumenten 3DS gaat zitten, deze functie. Een tweede nadeeltje was dat toen ik mijn bril op had, ik een beetje vermoeide ogen kreeg, zeg maar. Het was een beetje te druk. En zodra ik hem afzette, leek het wat rustiger. Misschien ligt het aan mij, hoor, maar ik heb het gevoel dat met een bril op het allemaal wat drukker overkomt. We moeten zien of dit ook uiteindelijk zo gaat zijn, maar nu leek dat zo. Wat dat betreft is de 3DS voor mij nu, wat ik nu heb gezien, is het, en Niels vond het ook heel tof, is het echt een vooruitgang en kunnen we echt uitkijken naar dit apparaatje, want ik denk dat Nintendo hier een hele goede stap gaat maken. Ja, naast Epic Mickey zijn hier nog heel veel andere games, zoals GoldenEye. Ja, dat is de remake van de Nintendo 64 shooter. Nou, heel erg tof. Eigenlijk ja, prima shooter, wat moet ik nog meer over zeggen? Terug naar de roots met James Bond. Daarnaast ben ik weer aan de slag geweest met Kirby. Hele toffe games, zoals jullie eigenlijk al wisten. En de nieuwe Zelda. En met de Wii Motion Plus werkt dat helemaal perfect. We gaan hier naar beneden, naar de EA stand. Die is ongelooflijk groot, met heel veel games. Ja, en die gaan we allemaal bekijken. Hugo, waar ga jij heen? Ja, ik ga sowieso nu even FIFA 11 checken en de nieuwe Need for Speed. Hot Pursuit. Ik heb al gezegd dat het de beste game gaat worden van de show, maar ik ga het nu zien. Ja. Nou, klinkt goed. Ik ga aan de slag met de Dragon Age en volgens mij ga ik ook Dead Space bekijken. Dus dat wordt heel erg tof. We zijn net in een paar kleine ruimtjes van Electronic Arts geweest om een aantal redelijk wel leuke games te checken. Zou ik nu al kunnen zeggen? Redelijk leuk. Redelijk heel erg tof leuk. Ja, want wat heb jij gezien, Rob? Ik ben er binnen gelopen bij Dead Space 2. Ja. Die hebben we al bij de persconferentie hadden we die gezien. Eigenlijk was dit dezelfde demo. Maar daarna kon je er zelf nog even mee aan de slag. Ja, nou wat kan ik over de game zeggen? Ja, fans van het eerste deel zullen dit ook geweldig vinden. Fans die het eerste deel niet tof vonden, die zullen deze ook niet gaan halen. Dus dat is eigenlijk vrij simpel. Het is weer in de ruimte. En ja, daarin ga je gewoon weer aan de slag met Isaac. Met zijn unieke laserwapentjes, ledematen van de meest gruwelijke monsters afschieten. Ja. En ja, dat ziet gewoon netjes uit. Ja, en is dit Dead Space, is dat nou een game die je zou aanraden aan mensen die nog helemaal niet bekend zijn met de genre? Of is het echt een spel dat bedoeld is voor de Dead Space fans? Nou, het is wel echt meer van hetzelfde voor de Dead Space fans. Ja, je zou ermee kunnen instappen ook in de serie. Maar als jij echt zoekt naar een game vol met actie, dat is deze niet. Je moet wel een beetje van horen houden. Ja, precies. Ik heb FIFA 11 bekeken hiernet. Ze hebben sowieso pro-passing ingevoerd. Dus dat is dat je beter kan passen, makkelijker ervoor passen. Een beetje hetzelfde als bij PES, de free-passing. Dat is een beetje met elkaar te vergelijken. Maar dat is toch niet makkelijker? Dat is juist lastiger, want dan moet je precies die bal goed schieten. Ja, exact. Het is lastiger, ja. Maar voor de die-hard voetbalfans... FIFA en PES fans, is het wel een toevoeging waar je echt wat aan hebt. Want dat is wel echt wat ik altijd miste, is dat je niet voor een mannetje kon pasen en veel sneller. Wat we voor de rest zagen, was dat er echt wat kleine veranderingen ingevoerd zijn. Wat kleine extraatjes. Oké, een laatste titel die ik dan heb gecheckt was Need for Speed Hot Pursuit. Heb je die gespeeld? Ik heb hem gespeeld. Ja? Ik heb niet gewonnen, ik werd tweede. Okay. Maar ik heb wel mijn best gedaan. We kregen eerst weer de presentaties die bij de E3 ook al, bij de persconferentie gisteren ook al gezien hebben. Toen was ik al heel erg onder de indruk. Ja, ik ook. Voor de diehard fans hebben ze ook een hele mooie community opties erin gegooid waar ze zich echt op hebben gefocust. Dus mocht je van community games houden, dan moet je echt bij de nieuwe Need for Speed zijn. Ja. Dat was het denk ik voor de EA games die we vandaag hebben gezien. Ja, we gaan morgen verder met Crysis 2, ja? MMA, Bulletstorm. De Sims 3 hebben ze nog. Sims 3, Sims Medieval. Rock Band 3. En dat is dus nog een hele rits aan games die we moeten bekijken. Ja, nog heel veel en we gaan morgen zien. Het is inmiddels een uur of half zes uur en we zijn inmiddels allemaal weer herenigd. Het is het einde van de eerste dag bij de Gamescom. Ja. En wil ik even weten jongens, wat is jullie ervaring geweest van deze eerste dag? Rob? Eigenlijk een beetje, wel goed eigenlijk allemaal. Ik ben aan de slag gegaan met de Woos. Ik heb de Michael Jackson game heb ik gespeeld. Heel episch. En ik heb hier wat games bij EA gecheckt, dus dat was allemaal tof. Oké, en Bas, jij bent met mij op stap geweest. Heb jij nog dingen meegemaakt?
Nou, onze dag was nogal chaotisch, helaas. Ja. Er ging een hoop mis. We hebben wel Black Ops gezien. Dat was natuurlijk wel een hoogtepunt van de dag, denk ik. Toffe presentatie. Daarna moesten we naar Infamous 2 in een of ander hotel. Weet jij de naam van het hotel nog? Ik wil niet weten. Ja, zoiets. Goed, nou, en puntje bij paaltje kregen we de presentatie niet te zien. En werden we doorgestuurd naar een ander hotel, alsof we daar tijd voor hadden. Dus het was gewoon erg zuur. Ja. Daarna zijn we naar Formule 1 2010 gegaan bij Codemasters. En dat was ook gewoon hartstikke leuk om te spelen. Het was leuk. Ik ben zelf geen racer, geen racegamer. Maar het was leuk om daar te zitten in zo'n karretje en een beetje te sturen. Het ging niet altijd even goed, maar het was hartstikke leuk. Ja, en voor de rest zijn we eigenlijk alleen maar bezig geweest met reportages waar jullie nog heel veel van gaan zien. Op de beursvloer en alles, allerlei vette games en dingetjes die we gefilmd hebben. Dus ja, Hugo, hoe was jouw dag eigenlijk? Ja, mijn dag was wel leuk. Ik heb wel gewoon alles gedaan wat ik moest doen. En als enige volgens mij. Maar ik had dan ook wat minder. Mijn hoogtepuntje was Call of Duty Black Ops, denk ik, vandaag. Hoewel, maar op niet verspreid daarna, maar bij een andere dan EA. En ik heb een Medal of Honor beker gescoord. Oh, kijk, dat is leuk. Dus ik ben helemaal tevreden vandaag. Maar die heb je helemaal niet gescoord, want die moet gewoon teruggebracht worden aan de balie. Dat mag niet. Dat mag gewoon mee. In ieder geval tot dusver de eerste dag van de Gamescom. We hebben heel veel games gecheckt en morgen kan het alleen maar beter worden. Onze dag zit erop en het eerste wat wij nu even gaan doen is Max zoeken, want die is spoorloos verdwenen ofzo, ik weet niet.